Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Upside Down. Ik heb koorts, dus niet grappig. Ik heb wel Jodie vanochtend naar school toegebracht. En ik heb nu die twee etters hier. Ze zijn lekker aan het spelen. Maar ik doe vandaag helemaal niks. Ja, zorg dat er eten is. En luister, zeg maar dat. Maar in het huishouden. Boomba! Ja, Boomba. Doe ik helemaal niks. Boomba! Ik ga liggen en ik ga niks doen. Kan ik niet? Maar ik heb ook eigenlijk niet echt een keus. Want elke beweging niet, maar ik denk dat ik wild ga. Boomba, goed zo. Opa! Van wie is die? Van Liam. Ik heb vandaag echt niet veel gedaan. We hebben inmiddels wel alweer Jordi opgehaald. Die zit daar, ergens tussen de benden. Hier is het nou één grote pestbende, want Liam en Sam hebben gespeeld. Mijn keuken is één grote pestbende. Ik ga het zo opruimen, maar... Koorts. Ik heb iets van een half uur geleden nog gemeten. Ik had 39,3. Dus dat. Ik ben gewoon echt niet lekker. Maar ja. Hè? Ik ben wel aan het uploaden. Op dit moment. Dus daar ben ik wel mee bezig. Maar ik ga zo opruimen. Ja. Ik ben ook op dit moment aan de biscottes. Dit had ik altijd als kind zijn als ik ziek was. En de vorige keer dat ik ziek was, toen dacht ik bij mijn eigen ik wou dat ik tuin huis had. Maar ja, ik kon heel snel aan het verstand krijgen dat ik dat moest hebben, want ik wist niet hoe het heette. Maar, hè, toen ik ziek was, als ik als kind ziek was, niet veel, maar als ik ziek was, haalde mijn moeder altijd dit voor me. En dan had ik dat met smeerkaas of boter, of in ieder geval gewoon simpel. Ik vind dat lekkerder als beschuit, heb ik altijd al gevonden. Dus, ja, dat... Dus ik had het in huis gehaald. En dan dacht ik van, oh ja, ik ga dat eten. Want, hè? Dus dat. Ik heb niet een heel pak leeg gegeten hoor. Ik heb nog twee kinderen die aasgieren zijn. En die bij mij dat ook gewoon pakken. Dus dan heb ik er eentje met smeerkaas gemaakt. Maar die ben ik al kwijt voordat ik überhaupt een hap kan nemen. Dus ja. Lijkt alsof ik die heel veel heb gegeten, maar ik denk dat ik er mezelf een stuk of 4 of 5 heb gehad. En de rest hebben die twee jongen allemaal opgegeten. Dus dat. Maar goed. Ja, ik ga even nog een paracetamol pakken, want dat. Ik voel me eigenlijk echt beroerd. Ik ben echt niet lekker. Ik heb ook het idee dat ik zweef, zeg maar. Dat ik heb continu koorts aanvallen, dus zweten en dat soort dingen. Maar ja. Komt allemaal wel weer goed. Hier moet je doorheen. Je weet wanneer je kind iemand mist. Als ze op de foto's gaan zitten wijzen. Dat is wat hij dus heel veel doet momenteel. Dan zit hij ook bij Noma. Zit hij daar hangen. Dan zit hij daar. Zit hij Nout. En Julan. En Jinte. Die mist hij ook. Dus dan gaat hij zitten wijzen. En dan zegt hij Nout. Oma. Oma ook. Die mis je ook altijd, hè. Dus ja, dat. Hij doet dat heel erg veel. Maar ik kan het bijna nooit vastleggen. Want als het vastleggen... Ja. Mama. Maar ik wees al net te laat. Dus mami. Dat. Ben ik mama? Mami. Oh. Mami. En mama knuffel. Hey. Wie ben jij? Wie ben jij? Liam. Ja, goed zo, Liam. Dama. Je bent Liam. Damina. Oh, mama knuffelen met Liam. Niet doen. Mama wil gewoon lekker knuffelen. Oh, lekker knuffelen. Oh. Oh. Ja, mami. Ja?
Ik ben jouw man. Ja, jij bent Liam. Ja. Ik ben vanochtend naar de huisarts geweest met Sam. Niet voor Sam, maar voor mezelf. Het zit namelijk zo. Ik heb hier heb je lymfeklieren zitten. En ik heb hier een lymfeklier zitten die ook nu in mijn keel zit, zeg maar. Dus ik snotter wel een beetje en ik ben een beetje verkouden. Maar het is niet, zeg maar, dat je zegt, wow. Maar die lymfeklier is waarschijnlijk zo ontstoken dat die ook gewoon in mijn keel nu, zeg maar, drukt. Waardoor ik heel slecht kan eten, kan drinken en alles. Waardoor ik gewoon heel veel last heb er ook van en koorts blijf houden en het gewoon niet omlaag krijg. Pijn. Ja, in ieder geval, hij zit dus in mijn keel te duwen. Ze zegt ook van, je ziet dat die gewoon, dat die kant gewoon die kant op zit, zeg maar. Dat het niet hoort waar het hoort. Ze zegt, veel ijsjes eten en alsjeblieft hier heb je kuur. Want dit gaat hem zo niet worden, zegt ze. Dit is niet zoals het hoort, je bent echt ziek. Ze zegt, ik snap wel, zegt ze, dat je hier echt veel last van hebt. Want ik heb ook last van mijn oor. Maar daar komt omdat die lymfeklier dus op het buis van de oor aan het drukken is. Die zit dus hier zo te drukken. En dat het gewoon echt ontzettend veel pijn. Ik heb geen oorontstekingen of wat dan ook, dat niet. Maar omdat dat dus allemaal geklemd nu zit, ondervind je dus veel meer klachten ervan. Ook dat bijvoorbeeld dit neusgat is continu verstopt. En dat komt gewoon allemaal omdat dat dicht zit. Want die lymfeklier werkt natuurlijk verder door dan dat we allemaal denken. Dus, ja, dat. Dus ik zit nu aan de kuur voor 7 dagen. En, ja. Hopelijk is het binnen 24 uur al verbeterd. Want op dit moment zie ik het niet zo beginnen. Ik ben helemaal klaar mee alweer. Maar goed. Ik heb alleen Sam hier thuis. Liam en Jordi zijn naar school. Ik ga zo dadelijk eventjes een worstelbroodje voor Sammy afbakken. Oh, het is zo pijn. En dan moet ik gapen, maar ik heb zo pijn dan. Maar goed. Ja, vloggen zal deze week niet heel veel zijn in ieder geval. Ben je lekker aan het happen? Sammy is lekker aan het eten. Hij heeft lekker worstbroodje. Ik heb ook worstbroodje. Maar ik kan maar hele kleine hapjes eten. Ik zweer het je echt. Ik hoop dat die klier zich heel erg top voelt. Jezus. Dat is gewoon pestgedrag van die klier. Kijk, daar zorgt die klier ook gewoon voor. Nee, maar even zonder dolle. Een gastric bypass hebben en dit hebben, gaat het niet worden. De huisarts zei tegen mij, je bent afgevallen. Ja. Klopt. Ze zegt, je moet beter eten. Ja, klopt. Ik zeg, dat gaat niet. Ik kan niet beter eten. Dan zegt ze, ga maar eens iets eten wat je lekker vindt. Het is niet zo dat ik worstenbroodjes geweldig lekker vind, maar goed, hè. Maar goed, ja. Hebben jullie ook wel
wel eens zeg maar dat je keelpijn hebt, al heb je, maakt niet uit. Ik noem het keelpijn. Is het keelpijn? Het is een opgezette klier wat me pest. Nou, dat. Sam is lekker worstbroodje aan het eten, vindt het helemaal geweldig. Maar ik heb het aan deze kant. Wat ik nu dus onbewust doe, kauwen aan die kant. En het aan die kant proberen door te slikken. Ik weet niet waarom ik dat doe, maar goed, hè, dat. Ik eet mijn worstenbroodjes altijd heel raar. Ik doe altijd de stukjes brood eraf trekken. Dus zo. Zo eet ik altijd mijn worstenbroodjes. Dus dat. Ik eet sommige dingen heel raar. Maar daar ga ik nog wel een andere keer iets over zeggen. Lekker? Lekker, mooi. Ga ik nog een andere keer iets over zeggen. Want het is best grappig. Maar goed. Voor nu. Ik heb een pester. Die is clear. Dus dat. Als je op de bank ligt. Hij gaat bij hem weg liggen. Ik lag eerst aan de andere kant. Toen ben ik worstenbroodjes voor hem gaan maken. Ik ben geen eten zelf. Nu ligt hij op de bank. En hij denkt alleen maar. Mama, kom bij jou. Ik wil niet te schreeuwen. Lippie. Lippie. Goed zo. Liam is opgehaald. Jordi is opgehaald. Knockout. Hier nog eentje knockout. Dus... tijd voor mama even weer om te zitten. Is het weer op? Op. Ja, is het weer om? Moet het weer op je hoofd? Of. Ja, op je hoofd. Moet het weer op je hoofd? Ja. Dat doet hij elke keer. Als iets op is, zet hij het op zijn hoofd. Is het op? Op. Doe je het in de keuken zetten? Nee. Waarom niet? Op. 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 En nou het op is, wat moeten we er dan mee doen? In de keuken zetten? Nee. Moet je meer? Op. Opa. Zou je niet ook eens even wat gaan drinken? Mama had ook drinken voor jou neergezet. Geef maar mama. Nee. Je krijgt niet meer. Nee, je krijgt niet meer. Dik op. Nee. Pas op. Nee. Nee. Doe jij zachtjes voor mama? Nee. Is nou klaar. Jawel. Nee, geef hier. Vuile poesje. Oh, wat een rat is dit zeg. Maar goed. Ik ga eventjes... Ja. Dat. Hij heeft zijn bril weer.
Mm. Ja, ben je er blij mee? Mm. Oké. Okay. Mm. Nou, dat dus. Nee. Nou gaan Niels en ik even eten. Nou, een goeie dag. Liam, Sam en Jordi zijn naar school. Niels is werken. Ik voel me eigenlijk nog steeds niet lekker. Maar, ja, ik heb van de week dus ook niet heel veel gedaan in huis. En ik wil wel gewoon dat opgeruimd en alles is. Dus ik ben aan de poets. Ik zit nu heel even 5 minuten, want ik zie sterretjes. Maar, ik moet nog even de vaatwasser doen. De keuken heel eventjes opruimen. En eventjes de wc doen, dan kan ik stofzuigen en draaien. Dan is de boel weer klaar. Maar, dat. Ik heb weer was aangezet, want ik heb echt een berg was liggen. Want ik heb vanaf zondag of zo niet meer gewassen. Ik was zondag bij mama was. Nou, daar zie je nu helemaal niks meer van. Ik heb ook kaboutertjes gevraagd, maar ja, die doen het ook niet. Dus ja, dat. Ik heb wel het idee dat de antibiotica werkt. Maar hé, het is nog steeds niet goed, zeg maar. Ik heb nog steeds verhoging. Ik heb geen koorts, dat niet. Wat ik gisteren gewoon nog echt koorts had, heb ik nu niet. Ik heb wel verhoging, dat wel. En mijn keel doet ook nog steeds pijn. Ik heb ook geen keelontsteking, hè. Want als je in mijn keel kijkt, is gewoon niet rood. Is niet rood, is verder niks aan te zien. Maar ik heb gewoon, zeg maar, hier zo'n bal zitten. Zo. Wat pijn doet. Dus zie het als een puist. Die, zeg maar, poenk doet. Nou, dat. Dus dat. Ja, ik heb verder ook niks meer te vertellen wat dat betreft. Ja. Nee, dat. We hebben wel trouwens... ik heb nog wel iets te vertellen. Deze zondag, 25 februari, is Liam jarig. Dan wordt hij 4 jaar. Woep, woep. Hey. Betekent ook dat 4 jaar geleden is dat de hele corona-shizzle gestart is. Ja. En waarom weet ik dat? Omdat Liam 2 dagen voor de eerste officiële melding is geboren. Dus dat onthoud je. Ja. 9 maart is Sam jarig. Nou is het zo dat zondag mijn ouders komen. De moeder van Niels. En mijn opa wist het nog niet of dat die kwam. Maar goed, hè, dat noemen we een klein verjaardagje vieren. Want ik doe het meestal richting de zomer. Doe ik voor alles en iedereen. Maar wij doen dan wel zelf het cadeautje. Nou is het zo dat mijn ouders mee hebben betaald aan de cadeaus voor Liam en Sam. Dus die krijgen ze dan ook aankomende zondag. En dan op de dag dat Sam jarig is, krijgen ze nog allebei een kleinigheidje. Gewoon om het zo eerlijk mogelijk te maken. Dus dat. En wat we dan voor Sam en voor Liam hebben gekocht, dat laat ik jullie nog zien. Maar niet in deze vlog. Dat is gewoon als ze jarig zijn. Maar dat cadeau is vandaag binnengekomen. En hij is huge. Ja. En Niels moet hem in elkaar gaan zetten. Allebei de dingen. En het is niet voor binnen, het is voor buiten. Dus dat. Ja, dat. Dat zal ik nog wel vertellen. Ik weet niet wat ik de komende dagen nog vlog. Ik voel mij gewoon belabberd. Ik hoop wel dat het per dag een beetje beter gaat. Want dat betekent dat die antibiotica iets aan doen is. Maar op dit moment denk ik echt bij mij, oh, val kapot. Dat. Maar goed, dat dus. Ik, ja, dat. Meer heb ik eigenlijk niet te vertellen. De oppas is nu bij de kinderen. En wij zijn gewoon lekker eventjes in de Helftheuvel. Lekker even snoepen en dingetjes kijken. We zijn inmiddels alweer even thuis. Kindje hebben gegeten, wij hebben gegeten. Kindje liggen ook op bed. Liggen volgens mij zelfs te slapen, of niet, Niels? Denk het wel, zo door. Ja.
Maar zoals ik al eerder vertelde, Liam die is zondagjarig en Sam is de 9e jarig. Maar we konden gewoon iets niet laten liggen, dus we hebben een cadeautje nog voor Sam. En we hebben een cadeautje nog voor Liam. Die gaan boven naar zolder toe. En ik had bij de Zeeman had ik nog deze trui gevonden voor Sam. Daar achterop staat, don't worry, enjoy. Dat is echt iets voor Sam. Toen ik het zag, zei ik gelijk tegen ons, ja, die is voor Sam. En Sam houdt echt van dit soort truien. Hij is hier helemaal gek mee. Dus ook voor Sam. Dan had ik nog een pyjama voor Jordi. Lekker zacht, lekker fluffy. En als je TikTok en Instagram enzovoorts volgt, dan ken je het waarschijnlijk wel. Deze hadden ze bij de Hema. Dit zijn, je kan het als poppen zien, maar ik zie het meer als knuffels. Zo'n stofje zit er ook op. Er zit een tutje bij. Je kan de luier uitdoen. Of ja, rompertje of wat het ook is. En er zit nog een luier aan. Gewoon puur en alleen om te leren aan de kinderen hoe dat zo met kleine kindje om moesten gaan. Dus deze. Dat is ook voor Liam en voor Sam. En als Jordi daaraan toe is, kan Jordi er ook wel wat mee doen. Deze had Niels nodig, zei hij. Dus succes Niels. Ik heb magnesium spray gehaald. Ik heb gehoord dat dit enigszins iets zou moeten doen. Dus we gaan het proberen. Dan, mijn rasp was kapot. Dus ik heb nieuwe raspen gehaald. En ik vond deze zo schattig. Die kon ik niet laten liggen. Dat was het. Dat was het wat we geshopt hebben. Dus dat. Dan ga ik dit klaarmaken zodat het uitgewassen kan worden. Cadeautje gaat naar zolder. En dan gaan we hier nog even opruimen. En dan gaan we slapen. Een hele goede morgen. Ik zal eerst even vertellen hoe dat gaat. Het lijkt beter te gaan. De één bult is al iets kleiner. Er zit minder druk op mijn oor. Maar ik heb nog wel druk op mijn oor. Ik heb wel het idee dat de antibiotica werkt. Ik moet nu heel even wat eten om een antibiotica in te kunnen nemen. Dus laten we dat even doen. En dan, dat. Moet jij ook een broodje? Liam, wil jij ook nog een broodje? Liam. Liam. Ik ga een broodje eten om een antibiotica te kunnen pakken. Gisteren had ik het over een pakket wat geleverd zou worden voor Liam's verjaardag. Dat was niet goed. Ze hebben een jacuzzi geleverd en dat was niet goed, zeg maar. Hier hebben ze het juiste pakket gebracht. En dan staat het jacuzzi hier nog steeds. Maar die wordt nog opgehaald. Dus dat wordt nog geregeld. Het bedrijf heeft het echt netjes opgelost. Echt heel netjes. Dus dat is helemaal goed. Dat is helemaal top. Ze hebben het echt heel goed gedaan. Echt heel goed. Maar goed, ik ga even eten. En het is dat ik nu moet eten. Ik krijg normaal om deze tijd niks naar binnen. Maar goed, we doen ons best. We zijn thuis. Ik heb Jordi opgehaald. Ik tril vandaag, ik weet niet wat dat is. Ik heb geen koorts meer of zo. De verhoging is weg, alles is wat dat betreft weg. Dus ik weet niet wat van komt. Moet ik wel eten, want dan moet ik weer een antibiotica pillen. En toen
was ik vergeten de vlog af te sluiten. Echt. Wat ik nog heb gedaan is, ik heb kindjes zijn gedoucht. Ik ben heel veel met Lian bezig geweest. Die was de dag aan het verwerken. Ik heb broodtrommels gemaakt. Ik heb je opgeruimd. En daarna naar bed gegaan. Dat. Niet filmwaardig, maar dat is wat ik heb gedaan. Maar goed. Bij deze wil ik deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Oh ja, en ik hoop niet dat de volgende echt zo ziek is. Oh ja, en ik hoop niet dat ik bij de volgende vlog zo ziek weer ben.